mij was Cloud9 dat voor het eerst. 2008. Voor mij aan het babbelen waren. Ja. En ik vond gewoon dat hij onwijs lekker draaide. Drie decks mixen en zo. Dus ja, lekker praatje samen maken, klikte gewoon meteen. Ja, dat was wel gezellig. Ja, de backstage. Ja, ik kan me herinneren, ja. Flink goed gelachen. Ja, die klik was er wel meteen, ja. We hebben nu drie keer samen opgetreden, ja. We hebben één keer vier decks, twee mixes gedaan. Wat ook echt heel vet was. Nou, Saskia live en dan ik de decks, zal ik maar zeggen. Die combinatie hebben we al gedaan. En, met 303 erbij hebben we ook een keer ook gedaan. Nog met 303 erbij. Ja. En, ja. Ja, het is gewoon een hele vette combo. Veel layeren van platen, veel tracks komen voorbij. Veel gekke breaks, mini shortcuts, effecten. Lekker technische termen. Ja, het is gewoon gekke werkcombo, denk ik zo. Ja. Sterkste punt van Saskia. Ja, 20 jaar Jax Records. Ik denk dat ik dan al genoeg heb verteld. Ja. Oh nee, 22 jaar. Sorry, 22 jaar Jax Records. Ja. Ja, Mike is gewoon echt heel toegewijd, zeg maar. Naar de muziek. En technisch heel goede DJ. Goede platenkeuze. En gewoon ook een heel fijn persoon. Dus ik vind het gewoon top. Top mens, top DJ. Schatje. Wederzijds wat. De tip die ik jou wil geven, Sas, is keep going strong. Jax Records, gewoon volgende 20 jaar. Ga ik doen. Non-stop, gewoon gaan. Ja, daar hou ik je ook aan, hè. Oh jee. Niet alleen ik, denk ik, na dit videootje. Nee, Mike wil ik eigenlijk gewoon dezelfde tip geven. Gewoon echt door blijven gaan. Want ik vind dat je gewoon goed bezig bent. En ook met vinyl uitbrengen en zo. Ja. Gewoon lekker door gaan schatten. Ja, ik blijf ook gewoon doorgaan. Zeker weten. Ja, die hakbel. Ja, ik hou natuurlijk van hakken, zagen en dus in mijn muziek. Ja, maar zo'n stafje opzij. Vandaar die hakbel is een beetje bij mijn imago gaan horen. In 2005 daar een fotosessie mee gedaan. En ja, sindsdien hoort hij bij mij. Het mooiste van techno draai is gewoon, er is geen limiet. Je kan alle kanten op gaan. Het kan snel gaan, rustig gaan, rhythms, het is gewoon vooruitstrevend eigenlijk, techno. Dus dat, ik denk, het is toch de energie die je overbrengt naar het publiek met die sound. Dus. Ja, ik vind dus vooral de energie, en ik zeg maar altijd een trein, zeg maar, een trein die niet meer stopt. Als je eenmaal vertrekt, dan zit je erin en dan ga je mee. Nee. Nou, wij vinden het onwijs leuk om op de Time Warp te staan en dat we dan de enigste hard techno act zijn, is natuurlijk ook wel bijzonder. Ik denk dat het wel een goede keuze is van Time Warp zelf om een hard techno act de ruimte te geven en ook voor het publiek die eigenlijk verwacht om een harde afsluiter te krijgen. Ja. En daar zullen wij ook zeker voor gaan zorgen. Absoluut. Ja. Time Warp is gewoon een heel goed concept, wat al jaren meegaat en onwijs goede line-up. Gewoon echt, zeker voor een indoor editie is dit gewoon een klasse line-up. Ga jij nog iets kijken op Time Warp? Want wij staan natuurlijk wel vrij laat. Dus Underworld wil ik sowieso niet missen. Ja. Ik heb begrepen dat Richie Hawtin een nieuwe ding ging doen. Ik ben wel benieuwd, dat had ik wel checken. Ja. Liebing, Liebing vind ik gewoon altijd, dat is ook altijd goed, geniaal. Hoe wij het aan gaan pakken, de overname van Benny en Darko. We hebben 2 uur en ik denk dat het eigenlijk wel goed is dat we na hun staan. We kunnen nu gewoon een bredere set draaien, meer rustiger beginnen, opbouwend. Tot een knaleinde eigenlijk. En ik denk dat dat ook voor ons wel fijn is dat we wat breder kunnen draaien een keer. Er zit natuurlijk er zit wel een verschil normaal in onze stijl. Als je kijkt met de hard techno DJ's, die beginnen normaal gesproken rond de 150 bpm. En ik denk dat de act voor ons, ik schat het op de 130 misschien eindigt of zo. Ik weet het niet hoor. Dus als wij meteen op 150 zouden beginnen, dan is het voor niemand leuk. Wow, dus wij beginnen nou gewoon ook voor ons doen wat rustiger.
zeg het blijven ons doen, want anders denken mensen eigenlijk van hun rustiger. Nee. En gewoon een lekker intro en lekker, wat Mike zegt, lekker opbouwen. We hebben 2 uur, dus we kunnen gewoon de mensen nog even lekker laten knallen. En ik persoonlijk doe eigenlijk heel graag de laatste set altijd. Dus dat je dan lekker de mensen nog net even dat extra kunt geven. En met goed gevoel naar huis kan gaan. Dus nog even alles even eruit zeker kunnen gooien. Is gewoon, ik vind het echt heel leuk in eindset. Ja. En op Time Warp. Ja, dat is ook wel gaaf. Mooi groot feest. Ja. Ik vind het wel een eer, hè Mike? Ja, zeker weten. Het is ook een eer. Ja.